Welkom bij Koken met Lenny en wel vanuit het park Spelderholt hier in Beekbergen. Natuurlijk ook dank aan het park Spelderholt dat wij hier de opnames mogen maken. Ik heb natuurlijk weer een heel heerlijk recept bij me. Twee recepten gaan we deze middag maken. En we beginnen met de acharkuni. En wat is nou de acharkuni? Dat is een soort zoetzure groentegerecht. Dat is heel makkelijk klaar te maken. Ik begin natuurlijk met de kruiden. Wat hebt u daarvoor nodig? Natuurlijk de knoflook. De knoflook. Doe ik alvast in mijn vijzel. Want dat moet natuurlijk fijn gevijzeld worden. En dan heb ik een stukje gember. Gember. En citroengras, die hebben we al in stukjes gesneden. Hebt u ook nodig. Lekker voor de smaak, maar ook voor de geur. Geelwortel, dat is de kunyit. Dat is de geelwortel. Jinten, jinten. Wat is nou jinten? Dat is de komijn. Dat kunt u allemaal in de toko's krijgen. Jinten. Heel belangrijk is de kamiri. Van de kamiri-noot. Hoort sowieso bij de acharkuni. Kamiri. Je kunt het vergelijken met een amandelnoot. Ja. En natuurlijk azijn. Kijk op. Gewoon de azijn. En een beetje suiker. De groenten. Wat hebt u nodig voor de acharkuni? Fijn gesneden worteltjes. En dan heb ik spitskool, ook fijn gesneden. Stukjes bloemkool, ook fijn gesneden. En dat zijn sperziebonen, ook fijn gesneden. En natuurlijk de komkommers. Wat heel belangrijk is, dat is de bamboe shoots. Ja. En ik denk dat ik alles gehad heb. We beginnen met de knoflook fijn te vijzelen. En om het makkelijk te maken, een klein beetje zout. Vind ik altijd heerlijk. Gewoon lekker vijzelen. En mocht u een blender hebben, dat kan natuurlijk ook, hè. Heerlijk zo. Moet je wel kracht hebben, hè, kijkers. Zo, in die tussentijd heb ik in mijn wok of mijn wajan klein beetje olie gedaan. Zo. Het vuur natuurlijk ietsjes hoog zetten. En we beginnen met de knoflook. Daar gaan we weer, want het is geen geurtelevisie. Jammer genoeg. Maar dan komen natuurlijk die heerlijke geurtjes tevoorschijn. Wat ga ik doen? Citroengras en de gember. En dan gaan we weer de kamiri pasta. Even door elkaar mengen. En waarom nou de achar kuning? Kuning betekent natuurlijk geel in het Indonesisch. De achar kuning. Dan komt de jinten, ofwel de komijn. En dan gaat die geelwortel. Wordt het gerecht natuurlijk prachtig geel van kleur en daarom ook de acharkuni. Gewoon weer even door elkaar mengen. Men zegt dat, we noemen het tegenwoordig wokken. Zo, ik heb natuurlijk verschillende soorten groenten bij me. We beginnen met de groente die nogal hard is. En dat zijn de sperziebonen.
Het is natuurlijk prachtig met al die mooie groenten tegenwoordig. Seizoengroenten. En dat is heerlijk voor de acharpoening. De bloemkool. Het gaat hier in snel tempo. Maar je kunt natuurlijk thuis op je dode gemak achter het fornuis staan. En houd eraan, de groenten moeten bijtgaar zijn. Lekker bijtgaar, niet van dat slappe gedoe. De spitskool. Bamboeshoots. Ziet u dat mooie gele kleur? En als laatste de komkommer. Lekker, heerlijk fris erbij. Allemaal prachtige kleurtjes bij elkaar. En niet te vergeten de azijn. En dat moet u natuurlijk op smaak, hè? Op uw eigen smaak klaarmaken. Het moet een beetje zoetzuur zijn. En daarom doe ik ook wat suiker erbij. Persoonlijk vind ik dat het nog niet geel genoeg is. Wat doe ik dan? Nog wat geel wortel erbij doen. Ofwel de koeniet. Zo. En dit kunt u ongeveer 10 minuten op laag vuur. En met natuurlijk deksel erop. Dat het even kan sudderen. Even een beetje zacht worden en af en toe een beetje proeven. En dat doe ik nu ook. Eet smakelijk. Het tweede gerecht wat wij voor u, of wat ik voor u ga klaarmaken, is de sambal goreng telor. Nou, wat is nou de sambal goreng telor? Dat is een eiergerecht. Het is bijzonder lekker, heel makkelijk om het klaar te maken. En dat is ook de bedoeling van dit programma. Dat u heel snel en binnen een paar minuten een klein rijsttafeltje op tafel zet. Wat hebt u nodig voor de sambal goreng telor? Allereerst natuurlijk de bekende en de beroemde knoflook. Mag nooit ontbreken in de Oosterse keuken. De knoflook en de uien. Ik heb heerlijke shallotjes meegenomen, hè? Rode uien, hartstikke lekker. Dan heb ik daun salam, een soort laurierblad is dit. In het Indonesisch is het daun salam. Een stukje Laos, nou dat kent u, hè? Zo langzamerhand al, een soort wortel is dit, Laos. En de beroemde trassie. Wat is nou trassie? Ja, dat heb ik ook al een paar keer uitgelegd. En wel in poedervorm. Dat is garnalenpasta. Hoort er ook altijd bij. Indische keuken, Indonesische keuken, maar ook de Aziatische keuken. En dan heb ik die stinkbonen. Hè, wat is nou die? Dat zijn pitébonen, stinkbonen. Heb ik heel fijn gesneden. Ook lekker bij de sambal goreng telor. Niets vergeten, ja, en de sambal natuurlijk, hè? Dat hoort er ook bij. En natuurlijk op smaak, de sambal. Een klein beetje suiker, ook meegenomen. En dit is kokosmelk. Kokosmelk. Belangrijkste is de telor. Zijn de eieren. Ik heb het eerst hard gekookt. En daarna even een hete olie bakken. Totdat het een bruin korstje krijgt. Kijk hoe mooi. Gaat ook in tweeën snijden. Kunt u straks bijdoen als het sausje klaar is. Zo heb ik mooi gebakken, hè? Een bruin korstje. We gaan beginnen met de uien.
zoals gewoonlijk even weer wokken. Klein beetje bruin laten worden. En natuurlijk de knoflook. Daarvoor doe ik het koken. Ja, vind ik heerlijk. Al die geurtjes. Ja. Wat stop ik er nog meer in? De trassie. Niet al te veel. De trassie. Je kunt ze ook in plakjes krijgen. Maar dat is hartstikke fijn natuurlijk. Vers gemalen. De laos. De salamblad. De patébonen. Gewoon weer lekker wokken. In het Indonesisch zeggen we ook wel eens gonseng. Gonseng, maar het is wokken. Ik heb een maggi-blokje meegenomen. Heerlijk erbij. En de bekende sambal. Sambal oelek. Maar ook sambal manis heb je dat ook. Allemaal naar de toko. Kunt u allemaal krijgen. Ik heb net de spersiebonen niet genoemd. Maar dat is ook heel lekker bij zo'n eiergerecht. Dan hebt u alles in één. En groenten, maar ook natuurlijk de eieren. En als laatste de santen, ofwel kokosmelk. Zo. Alle ingrediënten lekker door elkaar wokken, roeren. Het ziet er al heel mooi uit. Een klein beetje vuur op, harde vuur zetten. Ongeveer 5 à 10 minuten sudderen. En als laatste, dan gaan de eieren erin. Nou, het ziet er natuurlijk prachtig uit. En als het ook lekker smaakt, is het dubbel zo lekker. Voor uzelf, maar misschien ook voor uw gasten. En even door elkaar halen. Binnen 10 minuten is dit natuurlijk ook klaar. En dan kunt u heerlijk serveren op tafel en gezellig eten. Slam het maar kan. Eet smakelijk. So much in love.
Ik wil jullie van harte welkom heten bij Koken met Lenny. En bovenal Karel Kedize, prima kassie voor de muziek, Karel. En natuurlijk onze zangeres Grace. Graag gedaan. Gaaf gedaan, Grace. En natuurlijk de andere gasten, van harte welkom bij Koken met Lenny. En ik zou zeggen, nou jongens, eet smakelijk. Ja, slamat makan. Juist, slamat makan allemaal. Nou, we hebben natuurlijk witte rijst, sambal goreng telor en de achar. Yeah. En sambal bij, hè? Sambal bij. We hebben de sambal, dat is heel belangrijk bij een rijsttafel. Ik zou zeggen, slamat makan. En ga lekker ngobrol met elkaar. Hoe gaat het, jongens? Grace, hoe smaakt het, Grace? Ja? Oh, ja, Grace Ries, kijkers, onze country zangeres hier uit Apeldoorn. Hier bij mij, de gast. Ja, heerlijk. Wat een feest, hè? En natuurlijk onze Karel Kedize. Heel fijn, Karel, dat je hier aanwezig wilt zijn. En ik zou zeggen, eet lekker. Kroepoek hoort er ook bij, hè? Kroepoek hoort er ook bij. Ja.